Hallo, daar ben ik weer. Daar ben ik dus echt zo even mijn bril afdoen. En ik hou mijn bril nu op, want ik sta hier naast Arjan. En Arjan heeft ook ADHD. En het is eigenlijk de eerste keer in mijn vlogcarrière dat ik iemand anders met ADHD ga interviewen. Tot nu toe was ik meestal de enige. Maar oké, Arjan. Hallo, hoi. Hoi, leuk dat je hier bent. We waren net op een voorlichting over UWV en weer aan het werk gaan. Mm-hmm. En wat daar allemaal voor problemen bij zijn. Maar gelukkig zijn we daar al overheen. Want je hebt al werk? Ik heb zeker ja, al heel lang werk, ja. En wil je daar iets over vertellen? Ja, om te beginnen heb ik denk ik, voordat ik een diagnose kreeg als zijnde ADHD'er, dat ik eigenlijk altijd al gewerkt heb vanaf mijn 14e begonnen met een folderwijk en zodoende ben ik doorgegaan. Ja. Ja, ja. Vakantiebaantjes, ja. En je wordt ouder en je gaat wat meer gericht werken. In de hulpverlening terechtgekomen als ondersteuner, begeleider. Heeft aantal titels zijn inmiddels veranderd, maar ambulant begeleider geweest. En ik ben nu werkzaam bij Stichting Anticonstans als sociaal psychiatrisch medewerker. Oh ja. Erg interessant. Sinds 3 jaar ongeveer. Ja. Ja, sinds 3 jaar. En wat vind jij het leukste aan je werk? Nou, waar ik wel heel blij van word, is dat als ik echt zie dat mensen in een gesprek face-to-face, dus gewoon samen, echt kunnen praten zonder het idee te hebben dat ze een cliënt zijn. Dus de gelijkwaardigheid probeer ik heel erg op in te zetten. Ik ben niet de begeleider en zij zijn de cliënt. Voorheen mochten we nog officieel mogelijk, moeten we cliënt zeggen, maar geen bewoner meer. Denk ik dat daar heel veel uit te halen is. En dat krijg je dan ook terug en dat vind ik, dat zijn cadeautjes. Ja, als ze het idee hebben gehad dat ze gewoon zich geen cliënt voelden even. Ja, dat ze gewoon gelijkwaardig zijn. En de bejegening, ja, daar de bejegening, wordt, heel erg, de toon waarop dingen gezegd worden. Ja, daar kan ik goed op inhaken, denk ik. Ja. Mooi. Ja. En wat vind je het leukste aan ADHD? Nou, de ADHD is een lange tijd geleden bij mij dan gediagnosticeerd. Dat zijn wel tijden dat ik wat een stuk impulsiever was en waardoor dingen ook wel eens spaak liepen. Dus de impulsiviteit vond ik heel leuk. Aan de andere kant merkte ik wel dat ik zo snel als ik dingen opbouwde, zo snel wist ik ze ook af te breken. Dus het leuke aan EAD vind ik zeker de impulsiviteit. Alleen bij mij heb ik me wel een beetje omgevormd tot wat meer rust, zonder medicatie. En ben ik meer de diepte ingedoken om te investeren in langere periodes iets aan te gaan. Begrijp je mij of niet? Ik begrijp je helemaal, maar ik erger me ook aan mensen die hier opeens gaan praten. Ja, okay. Dus ik hoop dat we nog verstaanbaar zijn. Ik heb een gezinsleven en daarmee is mijn 2 kinderen, een lieve vrouw. En ik denk dat daarmee daar, dat heeft me aardig wat, zeker in beginperiode, veel gekost qua energie. Maar door te bijten merk ik wel dat ik mijn impulsiviteit af en toe even heb moeten laten varen. Dus je heel erg inzicht bezig zijn wat consequenties kunnen zijn. Bewust hoorde ik ook meer. Ja. Dat heb ik dan. Oké, dankjewel. Arjen, voor de graag gedaan. Voor nu en misschien tot de volgende keer. En impulsiviteit, zo dat je me nu benadert, is dat weer dat heel is erg tof. Super. Ja, dankjewel. Oké. Okay.